Onteigeningen voor HST in Zaventem en Diegem gaan beginnen. Titel en promotie naar Eerste Nationale voor volleybalclub Lot. Maandag 22 april, Ring TV Nieuws met Dirk de Weert. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij... ...zakt de volleybalclub Lot van Eerste naar Tweede Provinciale. De ploeg werd toen grondig opgepoetst, oudere spelers werden aan de kant gezet en nieuw beloftevol talent werd aangetrokken. Met resultaat, want Lot mocht 4 jaar na elkaar promoveren. De wedstrijd van zaterdag tegen Zottegem zou uitmaken of de Lotse ploeg nog een trapje hoger kon naar eerste klasse. Lot weet wat er op het spel staat en begint dus met veel overgave aan de eerste set in het veel te kleine en veel te warme turnzaaltje van de gemeenteschool in Huizingen. Erik Bening en Frank de Pestele zorgen in de openingsset voor een hoge opslagdruk, waardoor Lot na ruim 10 minuten al uitloopt tot 14-2. Na amper 12 minuten spelen serveert Rudy Henry voor de set. Zottegem naar Dirk Eekhout met de nummer 14 smasht uit. In de tweede set blijft de ploegen even aan elkaar gewaagd tot 3-3, maar dan komt de Lotse aanvalsmachine voor de tweede maal op gang en Lot loopt uit tot 13-5. Vooral Rudy Henry met de nummer 5 zorgt voor een paar krachtige treffers. Zottegem wordt aanvallend iets sterker en weet zo de kloof te verkleinen tot 13-8. Maar een foutje van spelverdeler Geert van der Velde bezorgt Lot de tweede set, 15-8. In de derde set heeft de krampachtige leider het iets moeilijker en stijgt de spanning bij een 8-7 stand. Maar dan stapelen de foutjes zich bij Zottegem weer op en kunnen ze niet veel meer inbrengen tegen het harde aanvalsgeweld van Lot en de verrassende dropballetjes, 14-11. Na 20 minuten wordt de wedstrijdbal geserveerd die hier wordt afgeblokt door Erik Beling. Speler die er 5 jaar geleden, toen in tweede provinciale de opgang werd ingezet, er ook al bij was samen met Didier de Mol en Luc van den Dalen. Lot zet zijn rush naar de top dus voort en speelt volgend jaar in eerste klasse. We weten dus als we met deze ploeg zouden stijgen, normaal gezien kunnen we ons niet handhaven in eerste klasse. Daarom hebben we ook die transfers gedaan met goede spelers en we hebben bewust gekozen voor die spelers om bepaalde plaatsen in te lossen en in te vullen. Dus en ik denk wel dat volgend jaar, dus moeten we ons kunnen handhaven. Dus we ambiëren geen plaats in de top 3 of zoiets. We hopen gewoon mee te kunnen spelen volgend jaar en ik denk wel dat dat zal lukken met de spelers die komen. En dat is meteen...